Nou, die dwelpauze in Assen geeft ons de gelegenheid om u de eerste beelden te laten zien vanuit La Narvili in Frankrijk, waarom even na 3:30 de amateurs van start zijn gegaan in het wereldkampioenschap veldrijden. Jean Nelissen geeft commentaar vanuit Frankrijk. Goedemiddag, dit is de start van het wereldkampioenschap voor amateurveldrijders. 46 deelnemers uit 12 landen vertrekken hier in het Bretonse gehucht La Narvili voor de titelstrijd. En u ziet daar in derde positie Herman Snoeijink passeren. De man die nog onlangs in Kijkduin het kampioenschap van Nederland voor de amateurs voor zich opeiste. De renners die gaan nu even uit zicht en we zien ze aanstonds terug. Dat is de passage hier in het eerste weiland. En ik zie dat Hans Boom en Herman Snoeijink goed geplaatst zijn. Ik zag daar ook de Belg De Brouwer, een van de grote favorieten vooraan. Als ook de Engelsman Chris Raggett, de Italiaan Vito Ditano. En dan de wereldkampioen die zijn trui moet verdedigen, Milos Fizera uit Tsjechoslowakije. Eerste passage dus, hier gaan ze dus uit het weiland naar een stukje weg op. Zo aanstonds draaien ze links weer een weiland in en dan begint daarna de lange afdaling. Het is een parcours dat snel wordt genoemd, dat favorabel voor de wegrenners wordt genoemd. De titelstrijd van deze amateurs zal het moeten uitwijzen. Het lint wordt al een beetje gerekt. Een snel parcours waar je ook een beetje geluk op moet hebben. Want er worden hier tijdens de training nogal wat lekke banden gereden. Onder andere de Brabantse professional die morgen van start gaat, Reinier Groenendaal, kreeg tijdens de training van vrijdag hier 6 lekke banden te verwerken. En ja, dan ben je natuurlijk snel uitgeschakeld. 4 Nederlanders bij dit veld. Herman Snoeijink dus, de kampioen. Dan verder Hans Boom, Gert Dollesma en...